Als het zo de midden naar huis gereden, want het Songfestival is op de vee. En ik kom net binnen terwijl Noorwegen bezig is. Waarschijnlijk vind je. Kijk nou. Je kan ook viool spelen. How I write a song. Zet jullie eens even als ze zo dan niet de honden uitlaten. Oh, hij is al terug. Schatje! Je hebt Noorwegen gemist. Bam, 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 bam. That's how you write a song. Bam, 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 bam. Je hebt haar een song. Hij was wel leuk. Hij was wel leuk. Nou, gaan we snel omkleden. Dan kunnen we even chillen. Oké, Roemenië, ik weet niet wat ze met die maskers hebben, maar oké, okay, ja, het ziet wel oké uit. Drummer is wel grappig, waarom ik het zeg weet ik niet, maar hij valt gewoon op, vanwege zo'n kostuum misschien. Leuk nummertje, wat vind jij ervan? Oké, een beetje schreeuwig. Ja, volgens mij waren wel de noten in ieder geval vrij goed, maar het is niet het nummer dat we nu bijgebleven is. Nee, het is een beetje zo'n maas. Ja, een beetje saai. Saai. Zij je. Maar je weet maar nooit, Servië nu. Servië. Wie was er hier vorige week? Ik ben al vergeten. Ja. Roemenië? Roemenië. Roemenië was. Rusland tot aan Zuid-Korea. Nee, de plan. Dat betekent nieuwe kinderen. Is niet over. Oké, next. Woe! Oké, dat was Servië. Ik heb altijd wel sympathie voor landen die het dan in hun eigen taal doen. Ik weet niet, ja, ik vind dat gewoon, alles is in het Engels, dus ik vind dat wel cool. Ik vind ook, ja, je verstaat er geen reden van, maar dat vind ik wel, dat er iets moet triggeren om juist voor de mensen die niet in hun die taal begrijpen, wel het gevoel hebben om iets herkenbaars mee te zingen, zeg maar, of een hoek. En dat vond ik hier niet, ik hoorde alleen maar... Ja, maar dat is natuurlijk in die taal heel erg. Dus ik, ja. Nou ja, dat is ook niet erg, maar dat is niet. Er zat geen bepaalde hoek in wat wij dan mee kunnen voelen, wat herkenbaar is voor dat nummer. Nee, misschien kan dat niet in die taal. San Marino. Ieder is een manier van horen natuurlijk, dat is wel natuurlijk wel vet. Waar is het eigenlijk? In Portugal natuurlijk. Ja. Die hebben we vorig jaar gewonnen. San Marino. We beginnen heel sterk. Dat was een beetje vreemd. Huh? Even neerzetten. Oh, ze zingt voor die robot. Ach, zo schattig. Ja, ze zingt voor de robot. Oeh! Niet heel sterk. Zullen de zenuwen zijn, zullen we maar zeggen. Zo is, ze kijkt ook wel heel verschillend. Oh. Ze staat daar alsof ze het eng vindt. Ik dacht meer aan, wat heeft die gebruikt? Ja. Jezus. Nee, dit was niet, volgens mij zijn we het erover eens. Ja. Zo. Zij doet me een beetje denken aan een paar jaar geleden die Finnen met die gekke maskers. Oh ja. Nee, qua nummer natuurlijk, want dat was zwaar hard erop. Maar ze zijn wel een beetje die hoek qua kleding, hè? Beetje duister. Allemaal lang haar. We hebben zo meteen weer een baby. Ja. Willempie heet hij toch? Willem? Willempie. Willem? Willem wordt gewoon papa. Het zal hem ook wel een extra bijzonder gevoel geven, denk ik, om daar zo op het podium te staan. Wetende dat. Geen idee.
Oké. Okay. Geeft wel een extra energie, denk ik. Hij heeft al een kindje, volgens mij. Klopt. Maar die ziet hij niet, hoor. Dat weet ik niet. Maar Bibi is wel daar, in ieder geval. Oké. En ik begreep dat ze heel erg last heeft van de... misselijkheid en zo, waardoor ze heel erg veel heeft moeten spugen. En daardoor was ze uitgedroogd, dus ze heeft echt al een paar keer ziekenhuis meegemaakt. Daar? Ik weet ook niet daar, maar ook gewoon überhaupt. Oké, heftig. Ze zit de hele tijd in zijn baard. Hebben jullie wel eens opgezocht hoeveel bacillen daarin zitten? En bacteriën. En vooral veel poep. Zo, kan maar duidelijk zijn. Ja. Ze zit in een rolstoel vanwege haar ziekte. Ze is deels verlamd. Maar haar ouders hebben haar altijd een levensles geleerd. Namelijk, klaag niet. Voel je niet hulpeloos of machteloos, hoe moeilijk dat gezien je handicap misschien ook is. Heftig. En dus gaat ze het nu zingen voor Rusland. Ja, maar zes. Rusland. Ik denk dat ze ook in het Russisch zingt. Ik vind Rusland echt zo'n land die doet het vaak in haar eigen taal. Ja, I won't break klinkt ook echt heel Russisch. Oh. Ik ben een beetje gaar van de ritme, denk ik dan. Ze heeft wel een mooi gezicht. Ze lijkt een beetje Steve Hawkins. Nou, inderdaad, ja. Alleen... Oh, dat mag ik niet lachen. Maar ligt daar maar of staan we... I won't break, hoor ik nu inderdaad. Oh. Ja. Oh, pak het nummer, moet ik zeggen. Hoor je de cynisme? Ook. Ja, ze heeft wel mooie ogen. En op zich, ja, ze heeft op zich ook wel gewoon een... Het is allemaal een beetje, heel haar lichaam is niet in orde hoor. Niet alleen de benen. Echt een beetje Stephen Hawking zit ze erbij inderdaad. Nee, nee. Doet me niks. Doet me niks. Ik, nee. Nou, het beste aan deze show, aan deze performance eigenlijk van Rusland, vind ik de lampen. Ja. Het is inderdaad heel vervelend en heel zielig dat ze verlamd is, maar ja, daar kunnen we niet op... Nee. Zij wil daar staan en gelijk zijn aan de rest, dus... Ik denk, kijk, het is aan Rusland te rijden. Misschien gaan ze door, omdat Rusland altijd doorgaat. Maar elke andere land zou dit niet wegkomen. Nee, maar goed, en ook niet de finale halen. Nee, maar dat vind ik dan geen... Nee, dat, geen verzachtende omstandigheden of zo. Nee. Dat zou ze ook niet willen, denk ik. Nee, want als ik dat zo hoor, dan zei ze ook van hè, dat haar ouders de, altijd zo... Ja. De jellyfish shake, nog een keer. Jellyfish shake, onthouden jongens. Ja. Jellyfish shake. Die robot kan praten, het is een robot. Oh my god. Robots are taking over the world, even Eurovision Song Festival. It's the end of humankind as we know it.
Eurovision Song Contest 2018. Then take a picture of where you are, what you're doing, and who you are. Foto's van jezelf en die komen misschien daar wel terecht. Hashtag all aboard. Dat gaan we doen. Hashtag all aboard. Ik was onderweg. We gaan gewoon met onze YouTube-camera's, gaan we gewoon even met onze vlogcamera's op de foto. Hashtag all aboard. Vivo van Moldavië, Dorians. Dit is hem geworden, jongens. Awesome! Awesome! All aboard! En weg zijn ze. En dan zijn ze weer. Nou... Mooi hoor. Komt hij hierna? Als goed is komt hij als tiende. Oh, als tiende. Meilen! Meilen! Ja, poepie. Kom. Ga even neerzetten. Ja, ga je hem even van beneden kijken. We zetten hem even wat harder, jongens. Lekker hoor. Dat is. Dat is toch vet? Ik vind het. Waarom lopen mensen zo moeilijk te doen? Het is algemeen bekend dat die muzikanten daar niet echt spelen. Dus... het is toch juist vet dat ze ineens gaan dansen? Ik vind het grandioos. Geniaal gewoon. Cramping to the max. We hebben wel aardige dingen gezien op de Song Festival, weet je wel. Dan gaan ze hier over lopen zeiken. Hij heeft in ieder geval waarschijnlijk wel de beste stem van heel Song Festival. Zo, echt hè? Hoppakee! Santo Hutsakee. Ja, super strak en gewoon steeds. Lekker hoor. Wat we van Willem zo. Zijn. Wij vinden hier dood. Hij is een sterk gezongen en heeft een noot met goede blik in de camera. Ja, en met dit liedje is het alles of niets. De doodmoedse gladiolen. Hashtag Team Willem. Het is de vraag, kunnen ze het waarderen, hè? Is het catchy genoeg voor de Songfestival? Maar wij diggen het gewoon. Dit is gewoon... Mo vond het ook te gek. Tot nu toe en als je mij vraagt van vanavond, zelfs beter dan Rusland. Wauw. Hij maakt het gewoon. We gaan naar Australië. Zelfs beter dan Rusland. Ja. Australië, we got love. Australië? Dat is het Eurovisie Songfestival. Is dat toch Australië? Ja. Is dat niet Australië? Of is het Austria? Oh, wacht even. Nee, Australië. Nee. Wat reis leeg. Oh. Onze andere camera was leeg, dus we hebben deze maar weggepakt. Nummer 9. Australië. Een heel slecht toneelstukje aan het opvoeren. Ja. Ze schijnt dus een hele beroemde zangeres te zijn in eigen land. Ik vind het een beetje te veel van het goede, zeg maar. Een beetje too much. Een beetje dichtbij. Georgia. Georgië. Nummer 10. Het begin vind ik mooi. Ja, jij bent wel van de piano, hè? Thank you.
even weg. Er zitten wel mooie delen in. Heel apart is de regen. Een beetje met een meter aardappel is goed, hè? Een skill. Ja, ik ben er niet over uit of ik het nou mooi vind of niet. Ik vind het ook een beetje even Michael McDonald. Maar die heeft het net op een andere manier dat ik echt denk van dit is echt gewoon fucking vet. Het komt bij hem niet natuurlijk over als nee. Je stem opzet. Ja, alsof hij echt een aankondiging zit. Polen, light me up. Ja, Polen is ook weer zo'n land die het vaak in zijn eigen taal doet. Nummertje 11. Hadden ze beter wel kunnen doen, zo toch? Het is gewoon weer Engels, hè? Ja. Oh. Hij lijkt een beetje op David Guetta. Ja. Dit is... Oeh, dit is niet best, jongens. Help hem nou, zegt hij. Help me nou. Oeh! Zouden dat dan echt zenuwen zijn? Of? Oh! Oh my god! Lopen, ik denk dat kan wel. Oh! Ik zou echt huilen als ik daar sta. Als je gewoon de microfoon weggooit, zo van, weet je, fuck it, laat maar. Oh, zo is dat hè. De DJ, zijn de dance moves. En die? Oh ja, wow. En die? En die? Hey, team for effort. Dat wel. Gewoon geprobeerd, maar. Hij heeft soms wel een lekker nootje of zo, maar. Hij heeft vast een lekker stem. De slotnoot is het meest uiterste wat hij nu gezongen heeft. Ja, dan zie je toch dat de zenuwen erover aan nemen. Hij zorgt dat als het er echt toe doet, dat ging de hele week goed. Maar vanavond zakt Lucas helaas door het ijs. Ik voor Malta en het nummer van Malta werd onder andere geschreven door de Zweed Thomas Geesen, die al 105 songfestival liedjes schreef voor zetellanden. Dat lijkt Ralph Siegel wel. Nou, zoiets is het inderdaad. Hij schreef bijvoorbeeld Euphoria van Loreen. Christabel treedt nu aan. Ze is ambassadeur van een stichting die bewustzijn wil creëren bij het grote publiek over mensen die lijden aan geestelijke ziektes. Ik ken hem wel, diegene die dat allemaal geschreven heeft. Zo, ja. Kan hem schelen wie er wint. Last heeft gehad. Het is maar één van zijn nummers weer. Malta met Taboe. Nummertje 12? Nee, ja. Nee, we zijn nog veel verder. Oh, wel 12. Malta. Wel vet ik hoor. Ja. Geen sterk begin. Ja.
ik zou er zelf nooit kunnen staan, denk ik. Weet je, ik zou gewoon net zo klinken, denk ik. Maar ja, tegelijkertijd dat ze dus dit begon te zingen, verscheen er een hart in beeld. En dat pakte ze een soort van vast. En ik denk dat het kwam omdat het gereanimeerd moest worden. Nou, het is een beetje augmented reality of zo. Dat is wel cool. Ja, leuk bedacht. Ja. Maar ik vind het geen spetterend nummer. Het is geen Euphoria. Nee. Ja, inderdaad, als je dan de laatste noot nog een toegift wil geven en die ook nog gewoon. Nee, ze is een Russische zangeres, ze is een blad. Ja. Ze vrouwen weer de zeer tenen uitgooit. Die al geschreven in Engels spreekt. Oh, dat is die Rus. Oh, zit er een beetje oncomfortabel bij. Misschien heb ze aanbijen. Ach, toch wel blij zijn dat je zo gezond bent. Echt serieus. Het is toch elke keer weer een wonder als zo'n kind er gewoon helemaal goed uitkomt. Dreams of my life, and I want to thank Portugal for making it come true. But I have one more. Huh? Hoe zitten die handen van haar? Huh? Volgens mij zijn scoliose waar je het tegen zegt ook nog eens. Hier in Lissabon. Ik dacht even echt dat haar, haar handen heel raar zo. En dit doek zat er overheen. Er zijn 6 songs left. Dan kunnen we eten bestellen. Wow. Op in aanslag zou ik zeggen, of juist niet natuurlijk. Het is ja, ik zeg ik heb honger en wie komt er? Hunger in. Nationale finale. Daar hou ik van. Rock een beetje lekker gitaartjes erbij zo. Die zit er over een paar jaar net zoals ik bij. Met zijn stem. Oh joh, het zijn blote voeten. De gitarist gaat steeds stijven. Je voelt dat echt is en ik denk ook. Ja, Hongarije was heftig. Ja, was die heftig? Ja, ja, op een goede manier of? Nee, ja, ik vond het wel vet. Ja. Jij niet. Ja, niet nou, alleen. Niet? Het was hard rock. Ja, dan houd ik het op. Ja, dat is een categorie. Nee, metal. Van, nou, jongens, die echt iets wil, zou ik maar zeggen. Letland, trouwens, die zat nog geboren in Rio de Janeiro. Maar het einde ging het een beetje tussen. Letland, nummer 14. 14. Ik vind het zo cool, hè, die lippen zo rood en dan zo mooi. Hoe kan ik dat doen? Doe ik maar nooit. Iemand, doe dat ook bij mij. Alsof je zulke lippen hebt en dan mooi mat rood zo en dan pak je... Ik kan jouw lippen wel zo groot en mat rood maken, maar ik geloof niet dat dat gewenst is. Ze zingt goed, prima, maar het nummer, ik zit te wachten tot er iets spectaculairs gaat gebeuren. Ik vind het netjes. Ja, het is ook niet een nummer dat ik ga onthouden. MLB denk ik, Sporty Spice.
Ja, maar is dat dan zo'n festival waardig? Spectaculair genoeg? Blijft het hangen? Dat is een leuk nummer voor op een album, maar dat wordt niet single. Nee. Zo'n beetje een nummer van 50 Shades of Grey. Dat kan niet in. Doe ik zo tegen de deur. Dan zeg ik, stop, je handboeien. Stop, nee, stop. Ja. Ga door, nee. Uit Letland. Zo, word je ook even gezond. Een hele lieve meid, als ik in haar ogen kijk, ben ik niet de weg heel even kwijt. Oh Laura, een heleboel verdriet. Al haar vrienden lopen buiten. Ik vind nou niet echt dat hij op Justin Timberlake stuurt. En zeker door de finale, Benjamin Ingrosso met Dance You Off. Hij was de tweede keer nog leuker. Ja, hè? Hey, maar hij zet wel een hoge bar dan, als die Justin Timberlake stiekem wow. Onder. Als je daar... Als je daar... Ik vind het meer een... heeft hij de goede Justin wel gesmeerd? Justin Bieber. Ik denk dat het een beetje de waar is. Charlie Puth, kan ik wel. Zweden, nummer 15. Oh, ik had some moves. In ieder geval, hip. Dit vind ik wel grappig gedaan. Ja. Het is ook wel iets. Het lijkt wel iets catchy's. I might know. Wanna dance you up. Nou, het leuke aan hem vind ik is dat hij is een beetje. Hij is lekker aan het performen. Hij lacht hem. Het komt natuurlijk over. Ja. Tuurlijk, het is ingestudeerd, maar hè, dat is logisch. Hij heeft een leuke gunfactor. Hè? Een leuke... Een beetje die X-factor. Het nummer heeft ook wel een lekker beatje zo. Ja, ik vind deze wel leuk. Hij danst leuk. Ik hoop dat hij hoog gaat eindigen. Ja, dat vind ik zo'n leuk dansje. Ja, ik kan het niet. Dingen deden ook, hè? Kom, we gaan proberen. Bruno Mars deed het, hè? We gaan proberen. Oké. Een beetje de shuffle. Ik denk dat het vooral goed overkomt met die schroeven. Sowieso, met die Starbrook. Om hem een beetje te ontdooien. Montenegro, Vanja Radovanovic. Zo, heeft u al geoefend. Vanja Radovanovic. In je. Montenegro, nummer 16. Weet je hoe het nummer heet? Gaan we naar Radovanovic? Nee. Oh. In je wat? Dat is het mysterieuze aan dit nummer. Ik voel het al. Ja. Ik vind het niet zo bijzonder, wat vind jij ervan? Je gaat dan in je telefoon, dus geef moet je aandacht. Ja, ik wil ook eten met bestellen. Ja, maar dat was een gekje. Het is niet dat je met je lippen zo aan het tegenblad zit. Weet je wel. Hij lijkt een beetje op een jurylid. Maurice? Ja. Wel een microfoontechniek, hè? Ja, hoe zin is het best wel? Tint van sterke, onafhankelijke vrouwen. Waar is achter? Slachtofferschap. Nee, dankjewel. Gwa, nee. En het ziet er zo uit. Ja, cool. Zo het ene deel opgeschoren en zo. Kamer van. Gwa, nee. Slovenië. Gwa, nee.
Is er al bekend wie de puntentelling gaat doen, Maas? Of dat tenminste? Oh. Nummer 7. Er is niet vanavond gekozen bij, hè? Dat is bij de finale pas gekozen. Oh ja. Als ze dit vasthoudt, is zij nog niet hoog en eindig. Denk ik gewoon. Maar ja, in hoeverre dit een nummer is dat ook weer catchy is en zo. Ja, weet je, ik heb geen verstand van de Eurovisie Songfestival. Want vaak vind ik dingen goed en dan vind ik een beetje lekker. Hoe kan het nou gewoon dat het in de finale zit? Dus ja, ik. True. Maar ja. Misschien dat het iets te weinig muzikale dingen heeft zeg maar, voor de Eurovisie Songfestival. Dat was iets te veel ingestudeerd. Dat kwam er niet over in. Nee. Het had heel cool kunnen zijn als ze echt gewoon iets in had gezet. Wat het hele publiek mee had gedaan. Wat dan ook eventjes doorgaat. Maar dit was het publiek zoiets van, oké, moeten we iets doen of niet? Maar ze heeft wel een stabiele stem. What? Ja, met een soort rockmomentje, daar werd de muziek even stilgelegd en bij haar ook. Ze hele week zo gedeputeerd. En met de jellyfish. Jelly. Je ziet dat de zaal, die heeft geen idee, denken dat het... Nou, Poppy, daar kijken mensen mee. Dat zou je naar een voordeel kunnen werken vandaag. Dat het memorabel is en misschien had ze onder andere daarom de finale wel. We gaan naar het laatste lied alweer van deze halve finale. Oekraïne, het gastland van vorig Oekraïne. Jaar. De zanger is Melowin, die ziet u nu. En zijn naam is een kruising van Halloween en de Britse modeontwerper Alexander McQueen die hij bewondert en die onder andere leek. Waarom zijn zij dan het gastland? Gaga en Nicole Kidman. En heeft zometeen ook een soort bionische contactlens in en dat... Zo dan. Anders lig je gewoon even in de piano. Zo! Top, ik kom er. Best wel vet. Hij heeft wel iets om te onthouden, hè? Hij heeft dat rare oog. Dat is helemaal in het zwart, een beetje dark. Hij komt uit de piano. Die lens zal maar niet goed zitten. Spectre! En hij zit hier achter de piano. Nice. It's a magic piano. Ja hoor, nou staat hij specifiek. Waar is de brandweer dan? Hallo. Ja, oh, oh ja. Hij heeft nog wel wat risico's hè, dadelijk doet hij een Michael Jacksontje. Zo. Ben je al klaar hoor? Hij doet me een beetje denken aan Sam Smith. Mam! Hey, kijk eens, hij was ineens wit gekleed. Van de devil naar de angel. And the first of tonight's contestants to go through the final is Serbia! Serbia!
Gewoon op. Hungary! Ja, dat dacht ik al wel. Het is echt een drama als Welen gewoon niet door is. Oh, wordt er even gereanimeerd. Wauw, serieus? Oei, oei, oei. Ik ga hem lekker naar de lijst gaan en bepalen. Kijk nog even van de landen die door zijn. Ik ga trillen bij komen. En terug, Willem. Oh ja, godverdomme.